Yo guys, Glitch hier met vandaag een nieuwe video en vandaag spelen we Cry of Fear. Dit is een horrorspeltje, gratis op Steam. Maar wie wil een gratis speltje? Ja, ik weet het. Het is trouwens met facecam nu. Leuk. Ik heb mijn facecam gefixt. Ik heb er lijm aan gedaan, want mijn facecam was afgebroken. Maar dit is een Half-Life mod. Van de allereerste Half-Life, zelfs niet in de Source Engine gemaakt, het is dus in de Gold Source Engine gemaakt. Dus I am pretty benieuwd. We starten gewoon op medium. Dat gaat meer dan genoeg zijn voor ons. Ja, voor mij, want jullie doen niks. Ik ben de enige die speelt. Felt alone my whole life, for as long as I can remember. I don't know if I like it or if I'm just used to it, but I do know this: being lonely does things to you. Feeling shit, bitter and angry all the time just eats away at you. Oh, dat is sad, man. Oké. De kat ziet er nogal slecht uit. Als een muis eigenlijk, vanaf hier. Maar voor de rest ziet het er best goed uit voor de Gold Source Engine. James Marchand. Mensen noemen dit ook wel een van de beste free-to-play games out there. Ja, ik heb een obsessie met free-to-play games op Steam, I know. Joey Burema. Het is al een mooi begin. Stik stangen. Lasse Holmen. Aina Hadlevic. Ik wil echt niet weten hoe fout er dit allemaal uitspreekt, man. Het onweer. Ja, ik moet stoppen met opnemen. Als dat mijn PC treft. Oeh, Cry of Fear. Als iemand heeft geteld hoe lang dat duurde, dan weten we hoe ver dat die bliksem is. Ja. Voor een nerd ben ik. Dan. Who the fuck is you? Hij ziet er depressief uit, hoor. Er is inderdaad geen spel om gelukkig van te worden. Zoiets had ik al in de mod. Ja, oké. Benova. Seems legit. What happened? Nice. Well, that escalated quickly. Als hij die doet, op de grond lag. Wake up, Mr. Freeman. Nou ja, verkeerde franchise. Oh, yikes. Nee, dat was die andere dude die er lag. Wake up. Maar dat is wel een klassiekertje. Met bloedschrijven op de muren. Echt een horrorgame klassieker. Laten we het spel eng maken. Oké, laat iemand het schrijven met bloed op de muur. Oké. Oh. Wat de... Hey, psakee. Gordon, wat hadden het juist over u? Psakee. Dat is Half-Life 2 poster. Nice. Dit is trouwens nog de engine van... Oh, wow. Ah, oké. Oei, oei, oei. This is pretty scary. Zo'n ding kunnen we beter snel doen, joh. Ah, fucking shit. Wat nu? Mag ik terug? Nee, oké. En nu rondjes aan de rij. Nou, oké. Hallo. Hey! Maar dat werd tijd. Dat was fucking useless. Oh, echt, aha. Oh. Ah. Oké. Fuck. Oei, maar waarom heb ik misgedaan? Wacht, ja, wacht. I can take... Wat stond daar? Zet iemand de video's op stop? Mm-hmm. En dan doe ik prong die shit. Fucking hell. Jesus Christ. En dan doe ik prong een shortcut. Godverdomme. Auw, mijn keel. Oh my, ik denk in de hemel, what the fuck. How did I get here? Nou, dit belooft veel. No phone credit as usual. Oké, dit is al een oud spel. Dus nog met phone credit. Aha. Chapter 1, Lost in the City. Oké, maar ik ga trouwens die shortcuts hier even uitzetten op mijn Streamlabs, want ik gebruik dat toch niet meer voor mijn te switchen. Wacht, hè. Twitch is go, nee, Twitch Cry. Doe maar weg. Oké, Twitch Minecraft. Ja, sorry hoor. Oh, maakt nu dat er toch dan uit? Ja, ik denk het niet. Twitch, welkom. Een les? Oh, nee, dat is de les. Ik kijk dat ik zeker niet ben vergeten. Nee, oké. Want ik stream nu eigenlijk altijd via OBS, maar als ik zo met twee dingen moet opnemen... maak ik nou altijd even gebruik van Streamlabs. Nou, voor mijn video had ik een syncklapje gedaan, dus om mijn facecam en mijn dingen gelijk te krijgen. Nou, dat heb ik nu niet meer nodig. Ik heb heel planeet aarde bij elkaar geroepen. Nee, ça va, het is nu gefixt, denk ik. Oké. Hoe lang ben ik al aan het opnemen? Oh, toch al een dikke 10 minuten, man. Oh. De phone. Double wield. Wacht, moet ik kennen. Ja. Aha, zo. Where are you? Come home as soon as possible. It's getting dark. Ja, moeder, ik ben net omver gereden. Dus ik weet niet wat u... That is pretty weird. That is pretty weird, not gonna lie. Ah, hier zijn we gegaan, denk ik. Wacht, hé. Hé, meneer de microfoon, blijf hangen. Oké. Okay. Is het zoiets? Jeez. Let me in already. En ook alleen thuis. Leuk, hè? Ah, maak ik hierop? Nee. Want anders was deze trap niet kapot, domme. Oh, wat de hel? Wat heb ik misgedaan? Ja, dit spel op starten, dat heb ik misgedaan. Ja. En die roept precies Brunello, maar dat is mijn kat. Dat is pretty weird. Ja, dan daar ga ik dus niet, hè. Oké. Okay. Zand. Ding dong. Wat is hier te doen? Papiertje. Ledderhof 45. Oké, okay, leuk. Ah, oké. The Beatles 54, oké. Okay. En wat nu? Leuk. Nee, doe maar af, want als dat mijn batterie is. Er staat rechtsboven precies wel een batterij, maar ik weet niet of die... Hey, hier kan ik precies wel binnen. Dit vertrouw ik niet hoor. Oké. Okay. Kan ik hierop of zo? Wat was dat? Hedderhof 45. De Beatles 54. De Zeg ja. De Beatles. Header. Nou. Ik kon dat nog bekijken, dacht ik. Ledderhof, Hedderhof. Oh, oeps. Ledderhof 54. Hopelijk is dat juist, de Beatles. 54. Oké, okay, laten we hopen dat het omgekeerd werkt. En Ledderhof 45. De Beatles 54. 59. Ik durf niet afsluiten. Oké, okay, er is niemand achter mij. 952. Was ook zo, ben alleen thuis, gast. Oh. Oh, maar dat is ook wel mijn eigen schuld natuurlijk. Dat kan... Ah, bedankt om de deur open te doen, ja. Dan kunnen we loading screen skippen. Anyway, we kunnen teruggaan naar van waar we kwamen. Het is wel echt een eng spel, niet onderschatten. Het is niet omdat het oud is dat het niet eng is. Jezus. Oh, ik kan niet springen. Ah, toch wel. Maar niet hierover. Ik dacht, ik heb wat weerstand opgebouwd na Outlast. Nee, man. Oké. Okay. Laat mij even doorgaan, hè. Kuntjes. Wat staat daar? Arust Arzenjenjus. Ja, dat stond er. Moest al langs hier, hè? Ah ja, hoeveel was dat? Was dat 9, 5, 2, 1? Ik denk het wel. Ik weet het eigenlijk niet meer. Ah ja, oké. Ja, hier goes nothing, hè. Ik kan soms niet verschieten, maar ik kan preventief roepen soms. Maar niet altijd, maar... Oké. Ça va. Ja, mijn telefoon ga ik nu niet... Oké. Oeh! Ah, daar is hij. Zeg. Oh nee, ik moet kut zien. Ik sta freedom op mijn ding. Bruh. Dat is trouwens een Belgisch nummer precies, what the fuck? Dat is nog wel scary eigenlijk. Look to the right. Wat? Hey! Oké. Hupsakee. Oké, dat is wel geen goed punt. Oh oh. We kunnen saven en er komt een cutscene. Oh boy. Wie is er aan het kijken? Ik niet. Oei, 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 oei. Waarom zegt hij niks? Ja, dat is een voice. Een hamer. Oh boy. Oh, goeie move. Aha. Yes. Can't touch me. Auw. Oké, dat is wel. Auw. Stop. What the hell? Who was he? I gotta call police. We hadden toch geen dingen? Geen bereik meer. No signal. Oh. Ja, hij is ook over het Venus, hè. Wacht, hè. Ik ga wel even saven, joh. Oké, oké. Speel wel nog eventjes door. Helaas. Af, wie klimt er nu ladders? Hey. Ah, fuck. Auw. Hoe heerlijk eigenlijk. Iets zegt mij dat er wel van pas gaat komen. Okay. Ah, hey. Ah, dat is slice. Ja. Auw. Dodge. Ah, sukker. Nou, gebruik die ladder aan. Ja, uit zo. Allee? Simon Helson Cookie. Simon. Ah ja. Look to the right. Hupsakee. Hupsakee. Auw. Hupsakee. Hupsakee. Ah, nice. Auw, het zijn er nog best veel eigenlijk. En het is ook lastig omdat ik niet weet hoe dat ik moet healen. Oké. Ik kan twee... Oké, hier is al niks. Geen jumps. Ja! Fucking hell, ik zei het nog net, man. heeft echt een jumpscare, maar dat is gewoon eng dat iemand achter de fucking hoek staat. Auw. Ik moet wel echt wel meer gaan dodgen. Hoe dodge ik eigenlijk? En hoe kom ik hel bij? Oké. Ah, fuck this. Oké. Oh, parkour. Yes. En mijn held komt precies wel terug bij. Heel langzaam, maar... allemaal wel. En wie? Crouch. Oké. Ik hoop niet dat ik een tape recorder mis of zo, jongens. Oké. Langs de andere kant, het voelt niet echt als een Half-Life mod, maar de crappy, Half-Life ladderklim dingen niet in zit. Cutscene? Nou ja, deze ziet er leuk uit. Ja, dat is een understatement. Fourth floor. Als je zegt toeker moet geraken, dan wil ik gerust wel komen. Maar ja, hoe kom ik? Hé, papiertje. Moet ik... aha, wacht. Three little kiddies playing in the park, seeing the first key, let's go home before it gets dark. The first two went their many way home. The thirds are playing. All alone. Come here, little child, come to me. The bushes whispered softly. They killed the cat. It's my sticker note 1. Yeah. Ah, mooi zit dan. Is er iets wat ik nog niet heb geprobeerd? Is er eigenlijk iets dat werkt? Ik ben echt... ah, eindelijk. Hey. Hoe save? Ja, ik moet gewoon dubbelklikken. Sure. Shirting. Een pan. Jezus. Maar ik zie waarom dat hier een save point is. Hey, jongen. Kijk ding. Ja, hoe heal ik? Hier is wel cola. Fourth floor. Ja, zo. De Atari. Hey. Ja, dat is ook zo een soort van... ja, ik ben aan het kijken of ik hier ergens kan healen of zo, maar... daar ziet het wel niet naar uit, hè. Ik had beter op easy gezet. Sure. Oké. Zou ik naar beneden kunnen vallen? Dat is zo een van die dingen dat je beter niet probeert. Ja. Zo naar de hoogst mogelijke floor gaan, hè. Ja, 2. Come on. We gaan meer omlaag dan omhoog. Nee. Ah, misschien ik wel de 11. Oh, hey. Auw. Auw, 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 auw. Ai, 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 ai. Fucking kid kleine. Hoe heal ik? Ah. Oh, wacht hoor. Ik ga even iets opzoeken. How to heal in dingen, want ik kan hier zo doodgaan en heb ik eigenlijk geen zin in. Godverdomme, en dan zie ik hier toch wel zo'n spuit liggen, zeker. Ik keep. Fuck die shit. Wat voor zin. Oh fuck, wacht, hier heb ik echt geen zin. Dit is fucking eng. Oh. Aha. Ah! Oké, dat is preventief roepen. Oh boy. Jeez. Oké. Nee. Dacht ik die andere spuit ook. Ah nee, dat is een sleutel. Nee, maar nou snap ik wel, denk ik, wat ik moet doen nu. Ik kwam van hier, ja. Ik weet niet, dat appartement zat dan vol met monsters, maar... Hey. Doe eens een maal. Maar ik heb door die fucking sleutel, of niet dan? Als ik niet langs hier naar boven gekomen. Ja, oké. What the fuck. Waarom doe ik mezelf deze aan? Voor een doodkanaal. Oké, echt. Oké, dan terug naar hier, what fuck. Nee, ik heb een beter... Wacht eens. Nee, ik heb een beter idee. Terug. Hopelijk gaat de game niet crashen nu. Ah, ik heb toch gesaved. Nou, oké. Ja, we maken de eerste aflevering ook maar lekker lang. Hoe langer de afleveringen zijn, hoe sneller dat gedaan is. Ja, nou, ik heb eigenlijk... Ja. Kan ik... The door won't botch. Oh, fuck off, yes. Mama will botch. Jezus, nee maar oké. Iets zegt mij dat we terug naar hier moeten. Kijk, hier nog een spuitlicht of zo. Nee. Dat is een pen, fuck. Het leek er wel echt heel hard op. Dus door een beetje, nee, zo wel. Zeg, ik heb zo'n appartement key gekregen, maar ik kan daar niks mee doen. Omdat ik nu de vierde floor ga. Ja, van hier kwam ik... ja, oké. Ben ik hierin geweest? Ik denk het niet. Cola. Ik ga even een Ronaldo'tje doen. Nee, hier kan ook weer absoluut niks, hè. Oh, weer al een pen. Mag ik geen pen in mij steken? Helpt dat niet ofzo? Fuck appartementsgebouw, man. To go to the fourth floor. Ja, dat ben ik aan het proberen. Ah. Ja, er zit maar één ding op en dat is echt gewoon wel elke deur proberen die er bestaat. op de tweede floor dan ergens. Tja, wat zit er anders op? Niks. Seems it's locked from the other side. Dat is precies Resident Evil hier. Ah, wacht, hier vandaar kwam ik. Oké, kijk dat deze een slim idee is. Hier waren wel echt al die monsters net. Ah. My secret note #2. Those little kitties are so cute. They look so lovely. I just want to touch them. But then those parents score, and that's why I have to kill them. Yes. But I'm not a rapper. I'm not a rapper. Ga ik hier naar buiten? Don't watch. Saai. Ah, hier had ik die gigantische jumpscare. Misschien moet ik inderdaad eens kijken. Collection CO2. Kan ik hier niet door? Nee. Dat waren hier toch wel monsters? Die zijn aan weg of zo? Oké. Dat is goed, I guess. Ah. Maar ik ga eigenlijk nog iets doen in dit spel. Alles is locked. Locked, locked, locked. Locked. Dat is niet eens een deur, maar locked. Oké, dan gaan we voor iets anders. Jesus. Oké, ik ben terug, ik ben een retard en ik heb dan ook maar gelijk. Ik werd gebeld, maar ik heb ook wel even gelijk de moeite genomen om te kijken wat is nu eigenlijk de bedoeling, want ja, blijkbaar moet je dit dus doen. Door is locked en dan zeggen van use. Fuck man. Dat werkt echt kut, hè. Bitch. Oh, dat was een muur, sorry muur. Au. Hupsakee. Ah, oei. Ik even wassen. Ik voel me zo veilig als ik zo één oor niet over mijn oor doe, zeg maar. Ik denk, mij hiervan een remake, dat zou pas eng zijn. Wat is jij aan het doen? Hallo. Hey. Ja, maar ja. Hey. Fucking wacko. Oh. Ja, deze dude is gewoon makkelijk. Niet. Ja, hier ben ik zo belachelijk veel geld verloren. Gewoon wat die zo. Auw. Ik kan een nieuw spuitje gebruiken, jongen. Oké. Spuitje? Oké. Ah, zo wat drugs. Oké. Hey. Dat was er nog niet. Of wel? Nee, dit was er nog niet. Oh, nice. Hey, gun. Ja, dat is wel leuk, ja. Thanks, buddy. You got the hall key. Ah. Ja, ik... Doe maar, voilà. Ik kan nog geen gun gebruiken, denk ik. Dat lijkt me nog niet zo'n goed idee. Ik zal vooral gewoon naar de fourth floor gaan, we zijn full health. Ja, nu gaat er iets komen, zeker. Oh, my. Hey, we hebben nog een gun, dat is positief. Oké, maar in deze game is het wel duidelijk. Yes. Godverdomme. Godverdomme. Dat is toch de hall key? Voor hall doors. Oké dan. Dan zal het hier nou wel zijn, zeker? Ah, nee dan. Ah ja. En denk je al. Ah, dat is one shot kill. Oké, dat mag ook wel. Dat is leuk. Ah, hier is nog gewoon een trap. Nice. My secret note #free. Allee. Now, as I need to kill some kitties, I took the elevator in the hall, so the only person who can access it by a secret code. I guess no kitty will find it out. That's why we'll just have to take the stairs. Ah. Wacht, hè. Ah, oké. Auw. Fucking noob. Dit was de fourth floor, I guess. Ja. Oeh, ik heb geen key, wat? Ah, ik moet die code vinden. Nee, dat is goed. Ik vind die wel. Ik wil wel even bij zeggen dat ik een zeer kut level vind. Fuck. Dit is geen goed teken. Ofwel dan. Zat die code gewoon hier? Ah, dat is mijn secret note 1. Hey. Hier zijn we geweest. Oh ja, wacht. Zijn we terug hier? Ja, ik snap er niks van hoor. Oké, ik zal voor dat ik gewoon hier eens alle deuren probeer. Het is wel overduidelijk dat ik een of andere fucking key... uh-oh. Hier ben ik al een keer geweest, hè. Ja. Daar is de politie. Ja. Hallo? Nee, hier ben ik al niet door geweest. Ah, ik kan nog hoger. Ah, maar ja, die deur was geblokkeerd. Ja, het moet gewoon hier en dat kan niet anders. Hé, hey, ben ik al door geweest. Ik ben een fucking dommerik, I know. Maar echt ook al 10 keer. Oké. Ben ik hier al geweest? Dat is een goede vraag. Ja, want ik kan saven. De vraag is waar ben ik die fucking code? Ik ga even saven. Ik denk dat ik hier de video ga afsluiten. We gaan de volgende keer gewoon uitzoeken hoe we precies bij die dingen geraken in die elevator. En dan zullen we zien wat er precies is op de 4th floor. Dus ik kan je extreem hard bedanken om deze video te kijken. Ik hoop dat het een beetje leuk vonden. Was het een belangrijkje mogen tot eigenlijk super Engels spelen, bro. Dus tot de volgende keer. En ik zeg ciao.